Ja. Het is een beetje die drama erin, maar ook gelijk heel sexy is. Denk het wel. Als je hem een beetje pakt van lager en je trekt hem omhoog, dat die hand meegaat, dat je ja, een beetje zo die, op die been, dat je iets doet van ah. En dit soort dingen, dat je hem gewoon vanuit je heup doet. Zoen op de mond, niet gewoon alleen kleine smaak. Oké. Niet zoenen, maar alleen dat je dus dichter bij elkaar gaat en dan daar net. En gek gezegd, als jij de zoen te heftig vindt met een lip op elkaar, dan is het ook heel mooi als je, denk ik, de toenadering hebt, want het gaat vaak een moment ervoor. Ik ben bij jou zeggen? Oh. Ja, maar als je, denk ik, van voren gaat, dan ik een beetje diep. Dan ik denk, dan hoef je eigenlijk niks te doen. Nou, ik vind het op zich niet erg om hem een kusjes te geven. Ja, maar het hoeft misschien niet eens. Ja. Het gaat over dat die lippen bij elkaar lachen. Ja. That's it. Maar dat gaat niet zien, dat gaat ook niet raar maken. Dus net voor... Nee, ja. Moeten we dat een keertje oefenen? Twee keer? Even daarachter of zo. Oké, iedereen naar eerst. Zit er hier op een opname. Twee handen opzetten. Thank you.